Deze video gaat over differentiequotient bij een formule. In deze video ga ik je laten zien hoe je het differentiequotient kunt berekenen als je alleen maar een formule hebt. En ik ga het uitleggen met behulp van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier al even staan. Gegeven is de functie f en f is min een half x kwadraat plus 3x min 1. En de opdracht is, bereken het differentiequotient op het interval van min 1 tot 4. Nou, we hebben eerder geleerd als je het differentiequotient wil berekenen, oftewel de gemiddelde toename, dan doe je delta i gedeeld door delta x. Dus we kunnen hier alvast noteren, differentiequotient. En dat mag je van mij zo afkorten hoor, is delta i gedeeld door delta x. En dat stond dus ook alweer voor de i-coördinaat van punt b min die van a gedeeld door de x van b min de x van a. Dus om delta i gedeeld door delta x te doen, hebben we van beide punten de i-coördinaat nodig en de x-coördinaat. Nou, de x-coördinaten die weten we, die zijn namelijk min 1 en 4. Maar we moeten de i-coördinaten nog vinden. En een i-coördinaat vind je door de x die je weet in te vullen in de formule. Dus om die ib en ia te vinden gaan we die 4 en die min 1 invullen in de formule van f. Dus we noteren eventjes f4 en f min 1. Want dat wil zeggen ik ga een f4 invullen en min 1. Nou, als ik 4 invul komt er 3 uit. Dat mag je gewoon met je rekenmachine uitrekenen. Dat mag je ook gewoon zo opschrijven. Je hoeft niet ellenlange berekeningen te geven om te laten zien hoe je aan het antwoord komt. Hou het gewoon kort, doe het gewoon zo. En bij min 1 komt er min 4,5 uit. Nou, dan gaan we dit invullen en dan krijgen we dus, dit is a, dat is b. Dus de i van b die is 3, min min 4,5. Dus dat wordt zometeen plus, gedeeld door 4 min min 1. Nou, kwestie van uitrekenen. Dit wordt 7,5 en aan de onderkant krijgen we 5. En de uitkomst daarvan is 1,5. En dan hebben we het differentiequotient berekend. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo lastig. Als je weet wat het differentiequotient is en hoe je dat moet berekenen, dan kun je deze vraag heel eenvoudig beantwoorden. Het enige wat je nog even moet bedenken is dat je de y-coördinaten kunt vinden door de x'en in te vullen in de formule. En daarnaast een kwestie van invullen en uitwerken.